Ik sta hier in het Joods Historisch Museum met conservatorfotografie Bernadette van Woerkom. Er is hier nu een speciale tentoonstelling over een fotograaf. Wie is dat? De fotograaf is Leonard Freed, een Amerikaanse fotograaf uit New York. Een van de beroemdste fotografen uit de 20e eeuw wereldwijd. Die van 1957 tot 1970 lange tijd in Amsterdam heeft gewoond. Hij vond het interessant om door Europa te reizen en Europa te onderzoeken als fotograaf. Daarom kwam hij hier wonen. En toen hij hier pas was, toen zocht hij naar een onderwerp om langdurig te fotograferen. En omdat hij van Joodse afkomst is en daar veel belangstelling voor had, heeft hij toen de Joodse gemeenschap in Amsterdam gefotografeerd. Zullen we wat hoogtepunten van de tentoonstelling bespreken misschien? Ik wil eerst nog even wijzen op dit boekje in dit kleine vitrientje hier. Dat is het boek dat gemaakt is van al die foto's die hij toen gemaakt heeft, toendertijd, in 1958. Een boekje met 50 foto's. En die 50 foto's die hebben we hier op dit bord gereproduceerd. Dit is het hele boekje, zodat je kunt zien, oh ja, die foto's heeft hij toen gemaakt en die heeft hij bij elkaar gekozen. En wij hebben, een paar jaar geleden, hebben we deze hele serie weer herontdekt bij zijn weduwe in het archief. We hebben de foto's uit dat boekje gekregen, maar ook heel veel nieuwe foto's die nog nooit afgedrukt en nog nooit gepubliceerd waren. En die laten we nu in de tentoonstelling zien. Ja. Zijn foto's zijn wel redelijk bekend, sommige althans, maar toch, ik van zijn naam had ik nog nooit gehoord. Nee, hij is in de fotografiewereld is hij een hele grote naam wereldwijd, maar het meer algemene publiek zal hem niet zo snel kennen. En om de mensen bekend met hem te maken, heb ik hier in de tentoonstelling een aantal foto's laten zien uit zijn latere werk, die mensen dan misschien wel kennen en die ook een idee geven van de thema's waar hij zich mee bezig hield. Hij was een heel sociaal betrokken fotograaf, die zich vanuit zijn eigen minderheidspositie als Jood ook interesseerde voor bijvoorbeeld de zwarte in Amerika, de strijd voor de burgerrechten of de Indonesiërs in Nederland. En hier, daar zie je hier dus wat foto's van op dit paneel. Ja. Dan zien we hier een soort levenscyclus. Kunt u daar wat over vertellen? Het zijn foto's uit de Joodse levenscyclus. Geboorte, besnijdenis, bar mitzwe, huwelijk. En we beginnen deze tentoonstelling hier met een foto van een baby in haar bedje bij vader en moeder. En deze foto heb ik als eerste van de tentoonstelling gekozen om aan te geven. Er was weer na de oorlog nieuw leven ontstaan. In die levenscyclus is voor een jongen en later en ook voor een meisje het voor religieus volwassen worden heel erg belangrijk. Dat heet bar mitzwa worden. Voor een jongen is dat als hij 13 jaar is. En daar heeft Fried heeft een jongen een tijdje gevolgd die zich voorbereidde op zijn bar mitzwa in de synagoge. Dan moest hij voor het eerst een stukje uit de Torah in het Hebreeuws lezen in de synagoge. En daarvoor ging hij dan een jaar lang naar een leraar thuis om dat allemaal te leren. En als dat dan allemaal gebeurd was, dan was er aan het eind van de dag, op de bar mitzwa zelf, was er altijd een feestelijk diner. En bij deze mensen was dat echt een feestelijk duurdiner in het Carlton Hotel aan de Vijzelstraat. En op deze foto's kun je zien dat het veel mensen weer heel goed ging. Gedekte tafels, mooie versieringen, speeches, de familie zit weer bij elkaar. En dit zijn echte foto's waarmee Fried wilde uitdrukken dat het herstel van het Joodse leven weer een heel eind op weg was. En hij bewonderde dat ook heel erg in de mensen. Omdat als je weet wat de verhalen zijn van deze mensen, wat ze in de oorlog hebben meegemaakt, dat hebben we allemaal uitgezocht. Dat kun je ook lezen in de tentoonstelling, in een boekje. Dan kun je niet anders dan die mensen enorm bewonderen voor hun veerkracht en hun vitaliteit. Ja. Een latere stap in de ontwikkeling. Je wordt religieus volwassen en dan word je ouder en dan ga je op een gegeven moment trouwen. En het trouwen, het huwelijk sluiten, was natuurlijk ook in de Joodse gemeenschap na de oorlog ontzettend belangrijk. Want dan gingen zich weer nieuwe families vormen en dan konden er weer nieuwe kinderen geboren worden. Dus elk huwelijk was een groot feest.
Hier kun je zien dat Fried een hele uitgebreide huwelijksreportage heeft gemaakt in de synagoge in de Jacob Obrechtstraat, die ook nu nog steeds gebruikt wordt. Was na de oorlog de belangrijkste synagoge geworden, hele mooie synagoge. En daar was het heel feestelijk om daar te trouwen. Dit is een serie die Fried heeft gemaakt bij een Joodse familie thuis aan de Rooseveltlaan, vlakbij de synagoge in de Lekstraat. Alles in Amsterdam-Zuid. Veel Joods leven speelde zich af in Amsterdam-Zuid in die tijd. En je ziet hier hoe een familie zich aan het voorbereiden is op Shabbat. Het is vrijdagmiddag. En de kleine dochter des huizes die mag haar moeder helpen in de keuken. Wij hebben dat meisje ook opgespoord. We weten wie het is. Dus zij heeft ons heel veel kunnen vertellen over die foto en over hoe dat bij haar thuis ging. Je ziet dat zij haar moeder aan het helpen is met het maken van de kaaskoek. En daarachter in het hoekje staat het deeg voor de galles, het gevlochten brood, staat te rijzen. Dit is een heel klein keukentje wat mensen die die tijd zelf hebben meegemaakt zich nog wel heel goed kunnen herinneren. Klein, met een enkel kraantje. Maar in een koosjere huishouding moet de melkkost moet gescheiden gehouden worden van de vleeskost. Dat moet apart bereid worden. En die dochter die heeft ons verteld dat dat een heel gedoe was in zo'n klein keukentje. Dus de ene helft van het aanrecht was voor het vlees, de andere was voor de melk. En daaronder in die kastjes stonden dan allemaal afwasstijltjes, ook met verschillende kleuren voor de verschillende gerechten. Je ziet de moeder heeft een hoofddoekje om. En dat hoofddoekje dat is voorgeschreven in de Joodse traditie voor vrouwen. Je moet altijd je hoofd bedekt houden, of door een pruik of door een hoofddoekje. En de dochter, Aviva heet ze, die vertelde ons dat haar moeder altijd zo'n hoofddoekje droeg, ook 's nachts in bed. Alleen als ze uitging, dan droeg ze mooie hoedjes. En ze kon zich nog ontzettend goed herinneren hoe ze met haar moeder naar de hoedemaker ging om die hoedjes uit te kiezen.